Sometimes the world is just gone dark. Sometimes you're praying for a spark. It's the little things sometimes. Ja, dit is wat men noemt schaftetijd. Dat wil dus zeggen dat ook op het werk je moet eten. En dat is voor jouw weerstand, dat is voor kracht. Nou, Jezus zei, een mens leeft niet alleen van brood en vlees, maar ook van elk woord dat God spreekt. Met andere woorden, net zoals we behoefte hebben aan voedsel om gezond te blijven en weerstand op te bouwen, zo heeft ons geloof ook behoefte aan het woord van God. Welkom erbij. We doen de getuigenis van. Beste kijkers, goeiedag en welkom terug bij uw eigen programma, de getuigenis van. Het is me ware genoegen om u wederom uit te nodigen om te kijken en te luisteren naar de getuigenis van Sheraida Westenburg. Welkom erbij. Nou, dankjewel. Helemaal vanuit Nederland en Suriname. En ja. Dankjewel dat je jezelf wilt openstellen voor de wereld. Vooral met betrekking tot wat de Heer in je leven heeft gedaan. Maar om te beginnen bij het begin. Ja. Wie ben je? Kun je in het kort vertellen wie je bent en wat je doet? Ik ben Sheraida Westenburg. Ik ben 31 jaar jong. Moeder van twee kinderen. Mm. Joachim en Joy Lee-Ann. En ik ben ondernemer. Okay. Ik heb een onderneming genaamd Deco with Love. Mm-hmm. Dat staat voor decoratie met liefde. Yeah. Omdat ik van mening ben dat de liefde alles overwint. En als je iets doet, moet je dat doen met liefde. Okay. En anders werkt het niet. Ik heb sinds een jaar nu me geregistreerd in Nederland. En okay. Ik heb echt gezien dat de Heer echt gewoon wonderbaarlijke dingen doet. Zijn degene die jou bijstaat in je onderneming? Zeker, zeker. Okay. Wat doe je naast je onderneming? Heb je hobby's, dingen waarvan je houdt? Ja, ik ben wedding planner, okay. Party planner. Ik help mensen met depressie en dat soort dingen. Okay. Ik werk met probleemjongeren. Okay. Mm-hmm. En ik ben nu hier in Suriname en ik doe ook workshops. Ik help heel veel jonge dames aan eigen onderneming. Ja. En het doel waarom ik eigenlijk hier in Suriname ben, is jonge dames of heren ook helpen aan hun eigen ballonnen-decoratie onderneming. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, u heeft dat gehoord. Dat is natuurlijk onze gast voor vandaag. Maar de reden waarom ze hier zit, is omdat ze ons zal vertellen wat de Heer in de leven heeft gedaan. Maar dat doen we dus na de break. En daar zijn we er weer en wel met de getuigenis van Sheraida Westenburg. Sheraida, om te komen tot het belangrijkste onderwerp van dit gesprek, en dat is jouw bekeringsverhaal. Ben je altijd gelovig geweest? Ik ben geboren in een gelovig gezin. Oké, okay, dus je hebt het met de paplepel meegekregen? Ja, okay. Maar ik had wel gemerkt dat als jong meisje dat mijn moeder toch twijfels kreeg door de dingen die ze had meegemaakt, mm-hmm. ziekte en allerlei dingen. Ja. Dat je dan ook gaat twijfelen en dus beland in de wereld. Dus op mijn 12e heb ik dus de stap gemaakt om zelf naar de kerk te gaan. Ik weet dat ik een keer aan de Kaffeludistraat liep. Toen was je nog in Suriname? Ja. Oké, okay, maar wat was jouw overtuiging als 12-jarige om zelf naar de kerk te gaan? Ik zocht hulp van mijn moeder, omdat ik mijn moeder echt zag zoeken en ik wilde niet zijn als de wereld. Ik zag dat mensen elke oud opnieuw moesten ze baden en allerlei dingen dienen. Ja. Ja. En ik wilde niet zo zijn. Ik had zoiets van, ik wil niet elke keer weer gaan baden of elke keer weer naar Boiti gaan, dingen meenemen. Ja. Dus ik had zoiets van, weet je, ik ga echt vertrouwen in hem. Ja. Mm-hmm. En wij waren echt een van de RK. En ik had zoiets van, nee, er moet echt iets zijn dat waar er echt gewoon de waarheid verkondigd werd. Ja, je gaat dan naar de kerk, je leert de christelijke eigenlijk principes. Maar waar is het moment waarbij je toch hebt gezegd, of wat heb je ervaren waarbij je toch hebt gezegd van, hey, deze God bestaat en ik moet hem persoonlijker gaan betrekken in mijn leven?
Ik was een keer in de kerk, dat was bij Pasen Nieuwland, de Kavaluristraat. En toen werd er gezegd, er kwam een profetie en het ging over mij. Hoe oud was je toen? 15. Oké. En het ging over mij dat ik een profetesse ben. Mm-hmm. En dat ik de geest van, dat de Heer me dus de geest gegeven heeft van een soort van onderscheiding. Mm-hmm. En dat ik dus serieuzer moest gaan worden. En 2 dagen daarna werd mijn zus aangevallen door een macht. Mm. En door gebed, echt door de dingen die ik uitsprak, zag ik echt dat die macht gewoon wegging. Wat voor verandering heeft dat teweeg gebracht in jouw denken, in je geloof tot hem? Ben je anders gaan kijken naar God? Hoe anders ben je gaan kijken naar God? En wat voor verandering heeft dat in je leven gebracht? Ik zag echt dat de Heer met me was. En dat hij me echt die macht gegeven heeft over alles. Mm-hmm. En dat er ook wat er geschreven stond in de Bijbel, dat ik dat ook kon uitvoeren. Ja. Dus ik voelde me op dat moment echt een ik weet niet hoe ik het moest beschrijven, maar ik voelde me echt gewoon, ik wist gewoon van dat God bestond en dat je alles gewoon kon. En vanaf dat moment begon ik ook echt te leven en te wandelen in die roeping en die, hoe noem je dat? Dat je dan weet van, ik heb macht gekregen van God. Mm-hmm. Dus ik was op dat moment niet bang, maar ik zag echt van, hey, God bestaat echt, het is geen spel. Je zegt dat hij bestaat, maar als je hem kan beschrijven als een persoon in jouw leven, dat hij zo'n betrokkenheid in je leven, hoe kun je dat verwoorden? Hij is voor mij een vriend. Een vriend die ik gewoon, soms als ik gewoon zit, dan hoor ik gewoon een stem. Mm-hmm. En ik kan gewoon met hem communiceren. Als mensen soms denken van, je bent gek of zo, maar dan zeg ik ook van, weet je, ik ga het eerst met hem bespreken. En het is echt een vriend die gewoon eenmaal 24 uur daar is. Ja. En het is echt het gaat heel diep. Sommige mensen begrijpen niet dat je band, zeg maar, met de Heer zo goed moet zijn dat je gewoon, je moet hem horen, je moet hem kunnen verstaan. Ja, een persoonlijke relatie. Ja, persoonlijk. Ja, en als je daarover, je praat over mensen die opmerkingen maken, wat voor invloed heeft het voor de mensen om je heen gehad? Want je hebt een persoonlijke relatie met God en mensen zien ook aan je dat je hem betrekt. Vooral als we praten over Nederland. Het is een land waar weinig mensen geloven in God. Ja. En waar men geen belangstelling heeft voor het geloof. Maar hoe ben jij daarmee omgegaan? Nou, met vrienden die jou bespotten? Ja. En ik mag eerlijk zeggen dat ik bijna 90% van mijn vrienden heb kunnen trekken. Uh-huh. En het doet me goed om te zien dat ze de Heer nu dienen. En ja, ik ben altijd zo geweest dat als je een vriend van mij wilt zijn, dan moet je ook gewoon mee. Ja, rekening houden met God. Ja, en soms komt het misschien brutaal over of zo, maar niet dat ik de mensen dwing of zo. Maar ik maak het wel duidelijk van, weet je, als je met mij in contact wilt zijn of bevriend wilt zijn, dan moet je ook wel gewoon weten dat we de kerk gaan bezoeken, de Bijbel gaan lezen, dat soort dingen. Ja. Als we toch kijken naar jou als persoon, wat voor invloed heeft God gehad in jouw persoonlijkheid, in jouw karakter, de persoon die je bent. Wat voor invloed heeft je relatie met hem op jou als persoon? Nou, ik ben in de rust. Ik heb echt gemerkt dat God echt rust geeft. Gewoon, maakt niet uit wat de situatie is. Dat ik echt merk van, hey, als ik de Heer niet had, was ik vandaag de dag misschien mezelf misschien vakant gemaakt. Of gewoon, weet je, dat soort rare dingen. Weet je, met vrienden, drugs en allerlei dingen. Maar ik heb echt gemerkt, als je de Heer hebt, dan heb je echt rust. En ik weet hoe ik moet omgaan met bepaalde situaties. En ja, hij heeft me echt gewoon, ik ben gewoon in de rust. Voor de mensen die niet weten wat jouw relatie inhoudt, of hoe je relatie met God kunt hebben. Want als we twee mensen relatie hebben, gaan ze elkaar, bezoeken ze elkaar, ze bellen elkaar, ze maken contact met elkaar. Hoe ziet dat bij mij eruit? Bij jou eruit? Nou, ik heb meestal als ik in de avond ga slapen, dan lig ik op mijn bed, stille tijd, licht uit, gewoon lekker op mijn bed. Uh-huh. Doe mijn ogen dicht en dan ga ik dan communiceren. En dan vraag ik hem ook als er dingen zijn, weet je, om het te vergeven. Uh-huh. En meestal bezoekt hij me in dromen en dan laat hij me door middel van dromen zien wat dingen zijn en als er dingen zijn. En
ik ben ook een nachtmens, dat ik in de nacht opsta als iedereen slaapt. En ik heb ook een altaar in mijn huis, waar ik echt een speciale plek. Ja. Waar ik echt gewoon, waar niemand komt. Waar je jezelf terugtrekt. Ja. Uh-huh. En dat is echt een plek waar ik kan liggen, waar ik echt gewoon mezelf kan zijn. En is een soort van war room. Juist. Ja. Dat ik dan daar ontmoet ik hem ook in de nacht. Weet je, dat niet dat de buren storen of zo, maar dat ik dan in de nacht echt mijn tijd heb met hem. Is er iets bijzonders dat je ooit met God hebt ervaren waarbij je kunt zeggen van, Heere, ja, dit bent u, een of andere droom? Zoveel. Met mijn eigen gemeente had ik vorig jaar een droom dat ik werd aangevallen tijdens een gesprek met de pastor. En we hadden een gesprek op kantoor in die droom en ik werd aangevallen door honden. Okay. Van overal. En toen ik wakker werd, voelde ik echt dat ik gebeten was. En het eerste wat in me opkwam was, bel de pastor. Ik heb het niet gedaan. En na 24 uur was het echt war in de kerk over mij en allerlei dingen. Maar de Heer had me voorbereid. Yeah. En ja, vanaf toen had de Heer me ook gezegd van, dat is niet meer je plek, je moet daar weg. En ik dacht echt van, wauw, dit is echt de Heer. Hij heeft me echt voorbereid. En ik maak dagelijks dingen mee waarbij ik zeg van, weet je, als het niet de Heer is, dan ja, wie? Ja, de wereld praat over toeval, maar ik weet echt van dat dat niet bestaat. Bepaalde dingen meemaken en dan denk ik van, God bestaat echt. Heb je ooit een moment in je leven gehad, natuurlijk in relatie met God, waarbij je echt tegen een muur stond of waarbij je zegt van, Heer, heeft het nog zin om je te dienen? Ja, ook met dat wat ik net benoemde van de kerk, dat je weggestuurd wordt uit je, ja, je wordt eigenlijk weggepest uit je kerk, de gemeente waar je echt jaren... Eigenlijk in... afgewezen of zo. Ja, ja. Dat ik vanaf toen, ik moet eerlijk zeggen dat ik vanaf toen niet meer naar de kerk ga. Mm-hmm. Omdat ik zoiets had van, als mensen die u kennen dit doen, dan hoef ik u niet meer te dienen. Maar toen heeft de Heer mij gewezen dat hij me naar een andere plek brengt met mijn bedrijf. Mm-hmm. En hij wilde me dus in de rust. En in de rust heeft hij me dus gebruikt om op de plek te komen. Dat mijn bedrijf nu België, Suriname. En ik ben de Heer dankbaar dat hij dus datgene gebruikt heeft om mij dus te brengen waar ik nu ben. En er was ook een moment in mijn leven waar ik anderhalf jaar terug uit mijn woning moest. Want ik studeerde niet meer. En de deadline was 31 januari. En moest ik mijn sleutels inleveren. Ik heb de Heer op de proef gezet. Ik zei, Heer, ik dien u. Ik doe zoveel goeds voor u. Als u echt bestaat, dan gaat u die woning voor me regelen. Want in Nederland moet je max 15 jaar ingeschreven zijn als je woning wilt in Amsterdam. En ik ben daar pas 12 jaar. Maar ik heb de Heer uitgedaagd. Ik zeg, Heer, u bestaat. Ik heb hem aangeroepen. Ik zeg, u bent Yahweh, u bent El Shaddai, Adonai Elohim. Ik heb gehuild. Ik had één kamer, twee kinderen. Echt een kamertje waarin we bleven. En ik heb de Heer gezegd, Heer, ik daag u uit. En op 31 januari werd ik gebeld van, u moet de sleutels inleveren, u moet het huis uit. En ik kreeg geen gehoor van God. Dus vandaar dat ik zoiets had van, Heer, ik wilde twijfelen, de twijfels kwamen, maar ik had echt een strijd. Ja. Dat ik zoiets had van, bestaat God wel? Maar ik weet van waar ik kom en ik kan bijna niet zeggen dat hij niet bestaat. Het bestaat niet. Maar dat moment was wel een moment waar ik echt aan het vechten was van, God heeft me laten vallen. Maar tevergeefs, op 1 februari kreeg ik een mail. Toen jij dacht dat het afgelopen was en toen jij dacht God heeft je in de steek gelaten. Ja, kreeg ik een mail dat ik mocht reageren op een woning. Kwam ik daar aan en waren 4 mensen voor mij. Ik was nummer 5. Ik kwam daar, ik zei, Heer, dit is sowieso niet mijn woning. En ik hoorde de Heer zeggen, dit is jouw huis. Ja. Ook omdat ik wist dat ze in Nederland met 2 jonge kinderen niet een 3-kamerwoning geven. Dat de kinderen apart slapen. Ja. Maar dat was echt de woning die waar ik dat op dat moment was een grote woning. En de Heer zegt, dit is jouw huis. Ik zeg, vader, hoe? Want die 4 mensen voor mij, die willen die woning. En ik hoor echt duidelijk van, Shiraida, dit is jouw huis. Ja. En ik
ging naar huis en ik kreeg weer een mail van de huisbaas. Mevrouw, u krijgt een boete, u moet echt het huis uit. Ik zeg, ik ga hier niet weg totdat de Heer het geregeld heeft. En u wilt niet geloven, ik kreeg een mail, gefeliciteerd. De woning wordt dan, is aan u aangewezen, u mag uw stukken inleveren, u mag betalen. En op dat moment dacht ik, heren, u leeft, weet je. Ja. Ik heb gewoon een woning gehad dat ik altijd wilde, mijn kinderen apart, aparte kamer. Ik heb, vanaf dat moment dacht ik, heren, ik laat u nooit meer in de steek. Ja. Twijfels mogen komen, maar ik zeg altijd van, juist op het moment dat we willen opgeven, is hij daar met een oplossing. Ja. En ik heb dat altijd zo mogen ervaren. Dus vandaar de rust, want ik weet van, ja, papa Jezus is altijd daar met een oplossing. Men zegt van business en geloof gaan niet samen. Ja. Maar waar staat Christus in jouw hele beleven, in jouw hele onderneming? Onderneming. Ik moet, als ik vanaf het begin mag beginnen, Deco in Love is de naam die de Heer mij gegeven heeft. Eigenlijk heb je hem altijd vanaf het begin betreffen. Door een zuster. En ik zat maar te vechten met nee, mijn naam moet erbij horen en mijn naam moet erbij zijn. Ik ga die naam wijzigen. En toen zei een zuster aan me van, nee, Deco with Love is echt, het komt van de Heer, omdat je, sinds ik je ken, ben je iemand vol liefde en je doet het werk met liefde. En ik moet zeggen, als ik naar een opdracht ga, als ik niet bid, gaat het verkeerd. Yeah. En ik merk echt dat op het moment dat ik de Heer bij betrek en zeg van, Heer, geef me ideeën. En als ik hem ook zeg, vader, is dit een klant waar ik moet zijn? Is dit een klant waar ik niet moet zijn, dan gaat het ook verkeerd. Dus vandaar dat ik ook echt soms vergeet ik, weet je, je bent in een druk bezig, ja. Je bent in een rush. Dan kom je daar aan en dan merk je ook van, nee, dit is niet waar je moet zijn. Ik heb ook opdrachten hier gedaan in Suriname. En in Suriname is de druk ook echt, de mensen zijn anders, je klanten zijn anders. En je komt daar aan en je komt aan op een Winti Pre. En Ik hoorde echt duidelijk dat de Heer zei van, deze opdracht heb je niet met mij besproken. En het ging helemaal fout, Leandro. Het ging helemaal fout. Je mocht geen bijdrage daaraan leveren. Nee, ik kreeg een black-out. Ik kon geen ballonnen pompen. De ballonnenpompen gingen niet aan. Ballonnen knalden. Het was een Winti Pre en ze hadden me vanuit Nederland geboekt. Ze zijn hier naartoe gekomen om een ding te doen en alles ging letterlijk fout. En toen zei de Heer me van, je hebt het niet met mij besproken. Ik heb het geld teruggegeven, maar echt letterlijk alles ging fout. Pas toen ik achter op het erf kwam, zag ik en ik dacht, vader, vergeef me, weet je. Ja. Dus vandaar dat ik echt in me onderneem ik ook een band met de Heer. En ik merk echt dat als ik het niet doe, dat het gewoon fout gaat. Is hij eerder een soort van CEO of is hij eerder meer gewoon je businesspartner? Meer dan mijn businesspartner. Meer dan mijn businesspartner. Ik doe het echt alleen. Ik heb een onderneming en ik plan weddings, ik doe feesten, ik organiseer van alles, baby showers, gender reveal. En men vraagt, hoe doe je het alleen? Ik denk van, ik doe het niet alleen. Het is God die mij de kracht geeft. En er zijn mensen die vragen, mogen we bij jou in dienst? En ik zeg, weet je, ik heb de Heer ook gezegd, vader, ik kan het niet meer alleen. Je bedrijf groeit. Ja. Ik kan het niet meer alleen. Het is zo groot nu. Ik bestaan nog geen jaar, om eerlijk te zijn. Maar het is zo groot. Ik had ook een keer mijn zus aan de telefoon vanuit Suriname. En ze zegt, mijn profeet wil met je praten. Profeet Chivaro Wilson. En hij zei, ja, de Heer liet me zien. Je hebt een onderneming. Ik zie een bedrijfsbus. Ik zie verschillende landen. En Leandro, ik bracht het in gebed naar de Heer en ik zei, vader, dit woord leg ik bij u. En ik bad erop en binnen een maand kreeg ik een bus. kreeg mijn bus en mensen belden vanuit Duitsland, België. Ja. En het was like, wauw, het is niet een profeet die ik had gezien, maar de Heer had mij hem getoond en hij had dus mij gezegd dat je heel veel mensen gaat ontmoeten. Uh-huh. Ik wist niet eens dat ik in Suriname zou zijn, maar ook Suriname was dus opgenoemd en het is echt gewoon geweldig. Oké. Heeft dat gehoord mensen, dat is natuurlijk de getuigenis van onze gast voor vandaag. We zijn nog niet klaar, want ze gaat na de break natuurlijk afsluiten met een boodschap. Tot zo.
En dan zijn we er weer, en wel met het laatste gedeelte van de getuigenis van Sherida Westerburg. Ik wil je bedanken. Het was fijn je als gast te hebben. En om te luisteren naar jouw ervaring en jouw relatie met God. Je mag tot slot in die camera, de mensen die de Heer nog niet kennen, zeggen waarom ze dat wel moeten doen. Nou, van hieruit wil ik ieder bemoedigen. We leven in een hele rare tijd waarbij we heel veel druk voelen. Maar ik wil ieder van hieruit zeggen, er is hoop. En hoop doet leven. En als je Jezus hebt, heb je alles. Ik wil jullie vandaag uitdagen om opnieuw te beginnen. Ga. Het is niet moeilijk. Je hoeft geen pimba te brengen. Je hoeft geen kip te brengen. Je hoeft geen geld te brengen. Jezus is heel eenvoudig, heel simpel. Ga. Stort je hart uit. En hij is daar. Echt. Hij is echt bereid om ons te geven die rust wat wij zoeken. Dus ik wil jullie echt op het hart drukken. Ik heb het gedaan. En ik heb echt ervaren de manier hoe mijn leven gaat. It's all about Jesus. Dus ik wil jullie echt vandaag bemoedigen. Ga en heb een ontmoeting met hem. Het is simpel. Ga en doe een gebed. Vraag hem om vergiffenis. En hij zal daar zijn om je gewoon die rust te geven. Lobby en God bless you. En daarmee zijn we dan aan het eind gekomen van deze editie en getuigenis. Als u natuurlijk deze aflevering hebt gemist, krijg je de herhaling op de maandag en op de donderdag. En na volgende week staat u ook op onze YouTube-channel. Dat is de getuigenis van Shalom. We gaan dan eruit voor wat deze editie betreft. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe getuigenis. All these pieces broken and scattered, and mercy gathered, mended and whole. Empty handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set.
schijnt zijn stralende licht. Genadig op jou, de Heer ziet jou en bewaart jou. Hij geeft vrede. Generaties, ook je zonen en je dochters.